John, dit weekend had je geen wedstrijd door storm om Ciara. Moest je je hele trainingsschema overhoop gooien of viel het mee? Nee, het enige wat wij veranderd hebben, zondag hebben we uiteraard niet getraind. Want ja, als je niet kon spelen, had het ook heel weinig zin om te trainen. We zouden in de middag gaan trainen in aanloop richting de wedstrijd van Go Ahead. Maar dat hebben we niet, gedaan. Dus wij zijn gewoon het normale schema zoals we altijd hanteren. En dat was prima. Vlak voordat die storm in Nederland kwam, heb je je ploeg versterkt met Lamine Sané. Je hebt hem al een aantal keer op het trainingsveld gezien. Kan je wat meer over hem vertellen? Nou goed, we waren natuurlijk op zoek naar een extra optie eventueel voor de positie centraal achterin. Hè, met het wegvallen van Willem met zijn blessure. Daar hebben we in de window naar gekeken. Nou, daar hebben we niet kunnen vinden of kunnen handelen wat we wilden. En ja, uiteindelijk stopt de window en dan komen er nog steeds spelers richting jou of worden aangeboden. En Lamine was daar één van. En nou, die hebben we uitgebreid bekeken met de staf, met de directie, met de scouting. Hebben die jongen op een training gehad. En ja, die maakt hem dusdanig. Het gaat meer om te kijken van hey, hoe fit is hij om ons eventueel te kunnen versterken. En nou, dat was prima. En vandaar dat Jordi doorgepakt heeft zoals we hem kennen. En hem vastgelegd hebben tot eind van het seizoen. Dus ja, mooi. De extra versterking die we zochten hebben we met Lamine gekregen. En ik begreep dat er ook vandaag groen licht kwam uit Zeist. Zo, ja, hij is ook nog speelgerechtig, dus hij zit bij de selectie voor morgen. Mooi. Morgen nemen we het op tegen Go Ahead Eagles. Zij schakelen de IJsselmeervogels uit in de beker. Wat kunnen we van hen verwachten morgen? Nee, ik ben bij die wedstrijd geweest. We hebben ze inmiddels drie keer gekeken. Vorige week bij Jong Ajax. Ik ben zelf nog vrijdag geweest tegen Eindhoven. Dus we hebben een goed beeld van Go Ahead Eagles. En ja, het is een elftal wat natuurlijk voor de wedstrijd tegen Ajax heel lang ongeslagen was. Dat was bekend, dat weet iedereen in voetballand. Dus je gaat daar ook wel met die verwachting ga je er naartoe om te kijken van hey. Maar het is een goed lopend elftal wat op elkaar is ingespeeld. Wat niet voor niets zo lang ongeslagen is geweest. Eén zeepertje hebben ze daar ondertussen in gehad. Stadion wat enorm meeleeft. Ik heb er vaak genoeg gespeeld en het zal ongetwijfeld uitverkocht zijn. Met een hele mooie ambiant sfeer en goed veld. Dus alles is eigenlijk aanwezig om een lekker wedstrijd van te maken. En ja, voor ons is het allerbelangrijkste om door te komen. Het zijn clichés eerste klas, dat weet ik. Maar daar zullen wij alles aan doen om dat morgen voor elkaar te krijgen. En ja, het is lekker in dit opzicht dat we zondag niet gespeeld hebben. Zodat we super fris en fit aan die wedstrijd kunnen beginnen morgen. Ja, want in onze voorbeschouwing op Ajax zei je dat Joris van Overheem en Adrien Damau nog niet fit waren. Kunnen zij eventueel wel morgen spelen of nog niet? Joris wel. Joris gaat mee. Die is inmiddels weer dusdanig hersteld. Adriaan nog niet. Daar is nog even wachten op. Maar voor de rest hebben we buiten Adriaan iedereen beschikbaar. Buiten Mitchell en Willem uiteraard die wat langer weg zijn. En Maarten. Maar voor de rest is de groep zoals die hoort te zijn. Fit, gretig in de belangrijke fase die we eigenlijk ingaan.